Ik denk dat hier een voornaam probleem boven water komt. Namelijk, hoe voorkomen we dat datgene wat we nu terecht uitgeven aan het redden van de economie en overeind houden daarvan, uiteindelijk ten koste gaat van de publieke dienstverlening, omdat dat het oude patroon is van de afgelopen 40 jaar. En we moeten niet in dat oude patroon vervallen. Dat is een breinkraker. Maar de gedachte, die publieke voorzieningen moeten terug. Met als gevolg dat iedereen weer de auto gaat. Terwijl je tegelijk bezig bent om het klimaatprobleem op te lossen. Dat moet je toch iets samenhangender doen dan misschien nu dreigt te gebeuren. Ja, dus er moet nu worden nagedacht natuurlijk over de komende jaren. Ook omdat heel veel mensen zeggen, ja, we zullen misschien wel langer thuis gaan blijven werken of meer thuis werken dan ooit tevoren. We hebben natuurlijk ook nog te maken met mensen die überhaupt natuurlijk wat minder naar hun werk toe gaan. Of er zijn bijvoorbeeld ambassades hier in Den Haag of medewerkers ervan die ook niet meer terug hoeven te komen. Ook andere multinationals die hier in Den Haag zitten, die hun werknemers gewoon naar huis hebben gestuurd. Nee, het is prima als je dat maar in een bredere context zet. Maar de gedachte, we moeten bezuinigen, dus we sluiten de zwembaden. Terwijl we in de gezondheidszorg juist naar de preventie moeten. We sluiten bibliotheken, terwijl blijkt dat veel van de 14-jarigen slecht kunnen lezen. We heffen het openbaar vervoer voor een gedeelte op. Terwijl het er juist om gaat om het private vervoer terug te dringen. Dat zijn zaken waar we spijt van krijgen als we daar niet over nadenken. Kortom, groter denken, kleiner doen. Eigenlijk wel.